eigenlijk, het gaat over een auto-boot in het psychiatrische ziekenhuis, ja. Die eigenlijk op het punt stond om volledig vernietigd te worden. Er waren een aantal gebouwen vernietigd. En eigenlijk kwam er een tegenbeweging van de medewerkers, zelf, van artsen, of van patiënten. Het was een patiënt die naast me kwam staan en die zei: mijn pa is aannemer, kunnen we niet met een aantal vrijwilligers dit gebouw renoveren? Waarom? Tot tegen de vlakte. En dan ben ik in contact gekomen ook met Gideon, die eigenlijk altijd in het tijdschrift Psyche artikels schreef over, ik denk een masterplan of zo, van psychiatrische ziekenhuis. En we waren eigenlijk ook aan het nadenken van waar moeten we met ons psychiatrische ziekenhuis ook wat ruimte naartoe. Het probleem is dat we daar geen vocabularium voor hadden, geen taal, geen denken, geen concepten. Dat is iets die voor mij nog altijd een van de meest fascinerende ervaringen geweest is. Wij zijn bouwheers, maar mogelijk een nieuw ziekenhuis. En we waren eigenlijk totaal, we waren ongelet op in architectuur en het denken over kwaliteit van ruimte. Nee? Is Gideon dan als het ware als een participerende antropoloog bij ons aan de slag gaan, samen met de collega Fie van Damme toen. En ons... Gideon heeft niet gezegd hoe dat de dingen in elkaar moesten zijn, maar hoe dat ze er moesten gaan uitzien. Maar eigenlijk was de weg een stuk van we gaan samen achter te komen. Door te spreken, door focusgroepen, dus met eigenlijk groepen samen te komen met bestuurders, artsen, patiënten, bezoekers en dergelijke meer. En zo is er een denken en een taal ontstaan over kwaliteit van leven. En een van de uitvoeringsprojecten was van dat we eigenlijk vonden van dat die afraak moest gestopt worden. En het eerste idee, dat was een idee van Fie van Damme en Gideon. Maar laat ons de winnen gebruiken als een ruimte van mogelijkheden om toneelvoorstellingen te doen, om theater, om mensen een ontmoetingsplaats te geven. En toen hebben we een wedstrijd uitgeschreven waar een aantal architectenbureaus eigenlijk uitgenodigd zijn om na te denken over dit vrij raar concept. Dus in afbraak dat we stoppen en we willen er een ruïne van maken. En een van de fascinerende ervaringen, Gideon was getuige, want hij zat ook in die selectiecommissie, dat de drie architectenbureaus, die niet van de minste waren, eigenlijk alle drie zeiden van, wij maken de ruïne. Architecten zijn niet opgeleid, zijn niet op deze wereld gezet om ruïnes te maken, maar we zijn wel bereid om na te denken van, wat kunnen we daar wel mee doen? Weet? En we hebben eigenlijk drie mooie inzendingen gehad, waarvan dat inzending van Velder, Taju en Vink, ja. Eigenlijk, ja, laten we zo zeggen, de wedstrijd gewonnen. Maar de wedstrijd gewonnen vind ik een vrij rare term. Eigenlijk gaat het niet over de wedstrijd winnen. Eigenlijk gaat het over de consensualiteit. We hebben het een paar keer al gedeeld bij elkaar. In dit project komen verhalen van lijnen, van organisaties, van visies samen. En eigenlijk is dat, wordt het gecondenseerd in dit project, die als heroïne is. Er is ook geen afbraakproject, maar het is een deel van het landschappelijk erfgoed, zou je kunnen zeggen. Zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. We houden daar ook directievergadering, managementteam. De kinderpsychiatrie houdt daar groepspsychotherapeutische sessies. De jongvolwassenen steken de haard aan en zitten rond het haardvuur om te praten met elkaar. Het is nog jammer dat we niet gevonden waren van een brandend haardvuur. Ja. Dat we dat moeten doen. Of theater in de kelder. Dus het is meer een verhaal dan één. Ik kan er geen één definitie aan geven. Het zijn heel wat lijnen die samenkomen. Dat gebouw, als ik het goed versta, moest gesloopt worden, maar er zelfs subsidies voor gekregen om te slopen, bij wijze van spreken. Ja? En wat interessant is, te switchen ook naar dageraad. Nee, want je kunt zeggen, is dit niet zo te veel een uniek project, een experiment as such, en je kunt er niks verder mee doen dan het experiment leven, heeft ook te maken met het geloof dat je hebt regelgeving, een normering, je hebt daar afhankelijke subsidies, dus je komt in een redeneringsgang terecht die niemand nog bekritiseert, waardoor dat je oude gebouwen in ziekenhuisfunctie afbreekt ten voordele van nieuwe gebouwen en nieuwe normering.
Dus dan krijg je dit project waar je eigenlijk erin slaagt om mensen kleine meerprijzen op de apparaatkosten dit te maken. Dat is nog een ander project. Dageraad, eigenlijk een gebouw die ook voor de vlakte bedoeld was. Absoluut, die toevallig niet afgebroken is. Maar het is wel interessant om daar even op die subsidieregeling, op de verwachting die er was dat het eigenlijk moest afgebroken worden en nu daar een onderhoud zat. Het is niet alleen dit. Eigenlijk de vroegere regelgeving, dit is nu gedaan. Nu is het zo dat, vroeger was het zo dat je meer subsidie kreeg als je afbrak en niet bouwde, dan als een vernieuwbouw of renovatie kostte, dan kon je het beter afbreken. Ik heb minder dat men dat ook ingeschreven, dat het daardoor heel wat effort eigenlijk afbreekt. Dus dit is gedaan. Maar het verhaal van dageraad is dus ook een oud gebouw die eigenlijk is voor psychoseafdeling, zorgprogramma. Eigenlijk heeft het gemaakt dat we gaan en dat we eigenlijk ook een denken hadden over kwaliteit van ruimte. En ik denk dat dat een van de grootste cadeaus is dat we gehad hebben in dat proces. Dat we nu verder kunnen in hoe we bouwen, dat we denken over ruimte, buitenruimte ook. Ik denk dat dat ook een van de kernen is. En daar zijn we heel erg Jan, Inge en Jo voor dankbaar, maar ook Gideon en Fie, die daar ook heel erg toe bijdragen. Dan gaan we ook ervaringsdeskundigen is misschien niet het goede woord, maar ook de gebruikers heel erg vertrekken. Al is het maar om ons op scherp te houden en om onze ideeën een beetje te sparen over de consistentie van onze ideeën. Daar staat een schuldige figuur in de rolhemd. Zoals altijd onze onzichtbare partners in het fotograferen van het project. Dus wat doen we? We tonen de foto's zoals we ze kennen van Metabaan. Hoe we het hier tonen gebeurt in twee zaken. Je hebt enerzijds een tentoonstelling, anderzijds heb je het boek die gemaakt is. Dat is op zoek naar het boek. Ja, en het boek is een werkboek die wat Herman hier komt vertellen, maar waar Gideon nog aan kan toevoegen. Wat bestaat het uit? Natuurlijk heeft 97 foto's genomen. Op de rechterkant van het boek heb je alle foto's en op de linkerkant heb je tekst van Jan en alle man. Dus ook van gebruikers van het gebouw, van ons van het gebouw. En ik zou maar zeggen, kritiekloos zijn de teksten aanvaard in de zin van meningen kunnen verschillen over de toekomst en over de bedoelingen van dit gebouw. Of het geslaagd is of niet geslaagd is, alles wordt daar gewoon in vervat als een werk. Dus het boek is één ding, maar aan de andere kant heb je hier de installatie van de foto's van Filip of de foto's van het project, dat je bekijken wilt. En het zijn een aantal kamers, open kamers in een losse structuur en die verwijst naar de oorspronkelijke kamers die we daar ooit gehad hebben. Je hebt hier een foto van. Die we daar gevonden hebben. Dat ze gevonden hebben, nee. Ja. Ja, het is zo dat ze aan het afdekken waren op het moment dat wij uitgenodigd zijn van die. Ja, dus een soort staketselmuren zijn teruggekomen, omgekeerd. Het hout dat je ziet gaat terug naar België nadien, want het zal gebruikt worden om de houten vloeren die er nu zijn, links en rechts een stuk te vervangen. Niet in zijn geheel, want we doen aan renovatie en such, maar wel zoals in de betonnen blokken die in de muren verschijnen als een soort restauratie van de muren, ook in de houten vloeren, patchwork, kind, restorations, overal te hebben. Dit punt staan en dan keek je naar boven dakken, en dan is er ineens een oude structuur van paviljoen zouden zeggen, ja, lucky bastards. Ja. Maar natuurlijk is het misschien een kopie of geen die parodische verwijzing, maar het is wel een structuur die eigenlijk ook inderdaad wel een soort van basiskarakter heeft. In die zin zou je het wel kunnen associëren met een gebouw voor een ander. Ik denk dat we echt in het gebouw rondwandelen en die kamers zijn daarin ook belangrijk omdat we in het gebouw van elkaar moeten kamer. De video is gemaakt door een team rond Filip Oostrum, een soort gezelschap die hij heeft. En ze hebben een hele dag ter plekke geweest, het was dit gekomen. Twee dagen. Of twee dagen ter plekke geweest, dat wist ik zelfs niet.
schot, dat doet er niet toe. En ze hebben eigenlijk daar ook, langs de ene kant Jan en alle mannen opnieuw, zijn woord laten zeggen. Uiteraard nemen zij het Herman. Filip heeft er ook dingen over gefilosofeerd, maar dan begrijp ik wel achteraf ook, zelfs met mensen die passeerden, proberen reacties los te weken. En patiënten. Hè, dus dat is vervat in die video. Dus wat je kunt zeggen is natuurlijk, de foto's zijn de opname van de situatie op het moment van de oplevering, alhoewel het project nog altijd in wording is. Dus we gaan dingen weer veranderen op basis van de 2 jaar ervaring. En dan de video vult het eigenlijk aan, een beetje raar, met een soort momentopname van pakweg 4 maanden geleden. He, waarin dat je dus ook al regressie langs de ene kant ziet, gebruik langs de andere kant suggereert, krijgt. Dus het is een aanvullend document, zoals dat boek is ook gezegd. Het is een soort triangel tussen boek, video en foto's, die maakt dat je iets van het project kunt begrijpen. Het bijzondere ervan is dat eigenlijk in de opdracht die gegeven was door Caritas, nu Caius, was de afspraak van is dat nu een kader van opdracht. Ja. Dat was besloten. Daar heeft ook niemand in vraag gesteld van onze kant en uit de directie. Eigenlijk stelde daar niemand in vraag. Het was door met iedereen aan tafel te zitten, nadenken over de ruimte masterplan, waarin alle verlangens, noden, zo'n stukje gereflecteerd op hetgene wat gaande was. Ja. Daarom is dit wel belangrijk. Het is een zijpiste die ontstaan is, die plots een stukje de zaken overgenomen heeft. In dit project hebben we heel veel discussies in een versteltempo kunnen herdoen en nog meer kunnen concentreren. Ja. Als een soort van testcase hadden we op een bepaald moment gezien, maar laten we zo testen van dingen die in de realiteit veel langer en veel moeilijker gaan zijn. Van een beddenhuis neerzetten, dat zal natuurlijk wel wat complexer zijn dan en in die zin is dit belangrijk, niet als het gebouw zelf, want het gebouw zelf is op zich, het kost niet zo heel veel op in de geestelijke gezondheidszorg. Het was wel wat je ziet is een soort van, een tijdsmoment om er stil te staan is, in je leven gekregen heeft, een gebouw dat moest verdwijnen. En op die manier vertelt heel veel over de geschiedenis van, de kleine geschiedenis, de korte geschiedenis van, wat hetgene wat Caius doorgemaakt heeft, maar ook over de toekomst die te wachten staat. Dus hier is een heel veel aanwezig, zonder dat zelf eigenlijk een oplossing is, want het is niet de oplossing voor de geestelijke gezondheidszorg. Niet elk ziekenhuis moet een leeg gebouw gaan neerzetten, maar tegelijk is het iets dat een heel bijzondere plek inneemt in de dynamiek. Tegelijkertijd is het toch waar. Het is een oplossing, het heeft wel heel veel thematiek rond wat hij dan met een container, met de kwaliteit van ruimte, whatever dat dan mag betekenen. En dan moet je dan beginnen aan definiëren. Nee, het geeft op zijn minst wel de gevoeligheid voor niet architecten, want die architecten zijn dan niet meer bezig met het helpen. Ik denk dat dat nog wel iets is die verder draagt. En dit is het eerste condensatiemoment. Het is natuurlijk een experiment, maar je moet ook opletten dat een experiment niet cultiveert. Of ook niet als een voorbeeld gaat stellen over het nadenken over zorg. In onze praktijk worden we veel meer geconfronteerd met de zorgopdrachten vandaag. Ouderlingen, je hebt het nog gebracht, Capelle Veld op dat moment. Daarvoor hadden we nog andere, Aarschot enzovoort. Waarover het gaat is dat je merkt dat in dit, misschien vandaag in architectuur, programmatie, dit het meest dwingende en dringende vraagstellingen heeft. Van hoe gaan we daar verder mee om? En dit moet ergens de nar blijven in het gesprek, maar mag omgekeerd als experiment ook niet als het ultieme voorbeeld wordt gezien.